In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. Ik ben blij dat jullie er weer allemaal zijn vandaag. En blijheid is waar we het vandaag ook over gaan hebben. We gaan vandaag naar het Nieuwe Testament, naar een van de brieven van Sint Paulus. En dit is eigenlijk een van de meest bijzondere brieven, de meest bijzondere boeken durf ik wel te zeggen, in de hele Bijbel. Hoe komt dat? Het is best wel een kort boek, 4 hoofdstukken. En het bijzondere hieraan is dat Sint Paulus, terwijl hij deze brief eigenlijk schreef, terwijl hij dit boek schreef aan de Filippenzen, zat hij in de gevangenis. En dat is eigenlijk best wel grappig, want het hele thema van dit boek gaat over blijheid en vreugde. En nou is het niet het eerste wat ik denk als ik in de gevangenis zou zitten, dan zou ik heel blij zijn. Dat zou niet mijn eerste associatie zijn. Maar dit is een boek, een Bijbelboek, wat eigenlijk bijna alleen maar gaat over blijheid en mooie dingen en geluk. En dat eigenlijk alles heel mooi is. Uit het boek heb ik een vers gekozen. En dat is een vers die ik heb gekozen omdat die makkelijk te onthouden is. Want dat gaat namelijk om Filippenzen, hoofdstuk 4, vers 4. Heel makkelijk te onthouden, hoofdstuk 4, vers 4. En daar staat in, verblijd u altijd in de Heere. Ik herhaal, verblijd u. Dus ik zeg het nog eens, verblijd u in de Heere. Eigenlijk gaat die hele vers om dat je blij moet zijn in de Heere. Wat de hele situatie ook mag zijn daaromheen. Want Sint Paulus zat dus in de gevangenis. En het mooie daaraan is dat hij eigenlijk daarna een soort van receptje geeft hoe je dat nou precies doet. Want we maken allemaal wel eens wat mee en het is niet altijd even leuk en dan zijn we ook heel vaak niet blij. Of dat weet ik van mezelf tenminste. Als ik iets naars meemaak, dan ben ik niet meteen blij. Maar Sint Paulus maakt het ons dus wat makkelijker en hij geeft ons daaronder een soort van receptje. Dat zegt hij dus in de verzen na vers 4. En dan zegt hij eigenlijk, nou, wees niet bezorgd. Hij zegt, bid en smeek naar God toe. Dus blijf bidden, blijf smeken. En dank God in alles. Dus dat is eigenlijk het receptje. En dan zegt hij, uiteindelijk zal je door deze dingen te doen, zal je vrede krijgen van God die niet zal begrijpen. Vrede die zo bijzonder is, dat je het niet zal snappen dat jij in deze situatie dat kan hebben. Eigenlijk precies hetzelfde wat hij op dat moment meemaakt. Dus wat hij meemaakt, hij zegt tegen ons van, nou, ik doe eigenlijk deze dingen. Hij geeft ons eigenlijk het speakbriefje. Ik doe deze dingen, ik ben niet bezorgd, ik maak me geen zorgen. God heeft alles onder controle. Ik bid en ik smeek en ik dank God in alles en ik heb vrede. Dus ik kan blij zijn, want ik heb vrede in mijn hart, vrede in mijn hoofd. Dus ik kan blij zijn met God en wat hij me kan bieden. Zelfs al zit ik in de gevangenis. En vaak denken wij dan hè, van, oké, dat zijn allemaal leuk, dat is allemaal theorie, maar ik vind het allemaal moeilijk en het gaat me allemaal niet te snel, of het gaat me allemaal niet snel genoeg. En, terwijl Sint Paulus zegt hier wel het recept, maar hij zegt er niet bij hoe lang het duurt. En dat weet je soms ook wel, als jij een keertje iets opzoekt om te maken op internet, dan heb je recepten en die lijken dan even lang. Maar dan staat er in één regeltje van het ene recept, nou, deze moet je 3 dagen in de koelkast laten staan voordat je er iets mee kan doen. Dan duurt het gewoon wat langer. Terwijl in theorie lijken deze 2 recepten even lang te duren om te maken. Terwijl dat is helemaal niet zo. Dus hij geeft ons het recept, maar hij geeft ons niet de duur. Hoe lang het zal duren totdat je die vrede zal krijgen. Hoeveel je precies moet bidden. Wat je daar precies allemaal voor moet doen. God heeft een plan voor jou. En sommige dingen hebben gewoon meer tijd nodig om mooi te worden. Om iets goeds van te komen. Om er iets goeds van te maken. Als ik een recept maak wat 3 dagen nodig heeft, dan is dat omdat ik als ik het in een korte tijd probeer te maken, dat het dan niet lekker wordt of niet mooi is. En zo heeft God voor ons allemaal een bedoeling, een timing die voor iedereen anders is. Dus het recept blijft hetzelfde, maar hoe lang je nodig hebt om beter te worden of om goed te worden in Gods ogen voor jou, dat is voor iedereen verschillend. Maar verblijd je dus in de Heere. Er is niks het waard om je over op te winden. God heeft alles onder controle. Blijf bidden, blijf smeken, blijf God danken en die vrede komt vanzelf. Die komt vanzelf, niet op jouw tijdstip, jouw timing, maar de timing die God voor jou heeft bedoeld. Nou, bedankt weer voor het kijken en ik hoop dat jullie er de volgende keer bij zijn bij een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen.